Jan Schulting, 1-1 seizoensouverture tegen ACV. Tevreden uiteindelijk met het punt? Tevreden met het punt. Ook wel tevreden met de wedstrijd. Ook omdat een aantal aantoonbare zaken niet goed gingen. Of minder goed gingen. Je wilt in de voorbereiding? Nee, sowieso in deze wedstrijd. Okay. En voor ons aantoonbaar en bespreekbaar. En daar kunnen we aan werken. Omdat dat ook gewoon in deze groep zit. Om daar ook vol vooral mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Laten we de wedstrijd eens even doornemen. En dan kun je misschien ook nog een paar van de punten waar je dit over had aanreiken. De eerste 20 minuten. Ik denk van beide ploegen heel gecontroleerd gespeeld. Hè? Weinig kansen over en weer of eigenlijk geen. Klopt ook. Ik denk over en weer ook toch wel veel op balbezit gespeeld. Weinig raffinement, weinig risico, een beetje aftasten. Dat vind ik ook wel logisch. Dan die rode kaart, die gebeurt zo'n beetje voor je neus. Nou, we kunnen over discussiëren, maar dat hoeft niet. De scheidsrechter trekt rood. En dan, wat gebeurt er dan met de ploeg, zeg maar? Want dan heb je toch een gevoel van, jongens, ze staan met een man minder. Dat moeten we nou eens goed trekken. Maar dat gebeurde eigenlijk niet, hè? Nee, de veranderde bij ons niet zo verschrikkelijk veel. Zij gingen met twee spitsen spelen, twee snelle jongens. Dus ik was er helemaal niet zo blij mee dat we tegen 10 man speelden. Want dat is toch een kwaliteit op zich. Mm-hmm. En daar moeten we ook nog aan werken, daar kunnen we ook nog beter in worden. Maar dan moet het wel uitgebalanceerd zijn, alles wat je doet. En anders heb je er nog niet eens zo verschrikkelijk veel voordeel van. Want het werkt vaak als een rode lap op een stier. Wij denken dan in dat opzicht net even weer anders dan bij ACV. Waar ze furieus zijn, het er niet mee eens zijn en bij hun komt dan zeg maar gezonde agressie boven. Bij ons niet ongezonde agressie, maar bij ons, wij waren niet echt in staat om dat voordeel uit te buiten. Nee, misschien zonder onze jongens tekort te doen, die nummer 10 en 14 van ACV zijn ook wel hele goede spelers denk ik. Ja, dat zijn ook hele goede spelers en die gingen toen ook in een andere positie spelen, vanuit een andere rol. Er veranderde bij de tegenstander op het middenveld hoegenaamd niks. Nou, het enige, wij moeten dan wel het veld breed houden, zoals ze dat als ze mooi zeggen. Wij moeten wel met vleugelspel moeten wij wel zeg maar de tegenstander aan het lopen krijgen. Nou, en dat hebben we bij tijd en wijle wel gedaan, maar niet constant. En dat is het hem juist. Was de balcirculatie te laag in die fase? Ja, dat heeft ook wel met balsnelheid te maken. En het heeft ook wel met speelrichting te maken. Het heeft ook te maken met initiatief. Misschien denk je dan op dat moment dat je heel veel vanuit de individuele actie wel kan oplossen. Misschien denk je wel dat je heel snel de beslissende paas al moet spelen. Terwijl dat moment nog net even wat beter uitgesteld kan worden. Ja, dan ga je toch, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt, onnodige balverlies leiden. En we hebben toch ook wel een paar keer de bal door het kopsterke centrum van de tegenstander. Hebben we eigenlijk onnodig balverlies geleden. Nou, dat zijn van die dingetjes die daar kunnen we met elkaar over hebben. En daar kunnen we ons alleen maar in ontwikkelen. Ja, die 0-1 valt op een gegeven moment. Misschien zelfs nog wel terecht ook, want ze hadden gewoon een aantal kansen. Dan ga je de rust in. En wat zeg je dan tegen de ploeg? Nou, dan heb je iets van 10 punten. Die waarvan je vindt, en dat is niet alleen in deze wedstrijd zo, maar het spitst zich dan natuurlijk wel toe op de tegenstander, maar ook op je eigen spel, uiteraard. Maar dat zijn eigenlijk hele herkenbare punten, dat je de bal moet hebben en de bal moet houden, dat je vleugelspel moet spelen, dat je de tegenstander aan het lopen moet krijgen vanuit het middenveld. Dat je het centrale duo, met name Danny Menting, de rechtscentrale verdediger, dat je die aan het lopen moet krijgen. Dat je niet te veel de lange bal moet gaan spelen, want dat is koren op de molen. Ja, dat je de vrije trappen snel moet nemen, bijvoorbeeld. Dat je steeds druk moet zetten op de tegenstander. Dat leek wel te lukken, want ik denk VVG bleef gecontroleerd spelen, maar zocht veel meer de vleugels op. Met Menno en Lars ook. Alleen die eindpaas die brak, hè? Ja, ik vind dat daarmee heb je ook eigenlijk wel het grootste pijnpunt te pakken. Dat onze eindpaas moet beter. En kan ook beter. Het is helemaal niet zo dat die jongens het niet kunnen. Het is ook niet zo dat ze het belang er niet van inzien. Maar die afstemming die moet beter. En het heeft niet alleen met de eindpaas te maken. Maar ook van geloof hebben dat je spel in de 16 meter. En ook mankracht in de 16 meter. Overtuiging in de 16 meter. Bij de tegenstander aanvallend. Daar kunnen wij beter in worden. Op een gegeven moment ga je meer risico's nemen. Je haalt Jan Jurjen eruit, Samir komt er volgens mij in. En die brengt ook wel dat gif voorin wat op dat moment al nodig is, hè? Ja, dat hebben we ook in een wedstrijd eerder een keer gedaan. Ik dacht voor de bekerwedstrijd tegen SDVB. Toen ging Samir in de spits spelen.
En daarmee heb je wel wat gezonde agressie. En dat is dan ook wel het minste wat je van Samir mag verwachten. En als dat ook allemaal nog wat meer afgestemd is op zijn kwaliteiten. Hè, dus niet alleen op zijn enthousiasme. Dat je dat als het ware belangrijk maakt. Maar dat je ook wanneer speel je hem in, hoe speel je hem in. Dat soort dingen allemaal. Dan is dat gewoon een mogelijkheid om hem voor te beduren. Uiteindelijk valt dan wel de gelijkmaker uit een eigenlijk dode spelsituatie in corner. Geeft dat ook wel weer dat er misschien toch wat te weinig is gecreëerd en dat hij dan daaruit moet vallen? Ja, we waren ook over de hele wedstrijd genomen wel aardig wat corners. En uiteindelijk ook niet allemaal slecht of zo. Maar ook een aantal, dat de keeper zo de bal kon pakken en dat soort dingen. Ja, daar moeten we ook nog scherper in worden. Maar kijk, dat vind ik toch eigenlijk ook een beetje vergezocht in zijn eerste wedstrijd. Je moet ook wat te overdenken hebben. Je moet ook nog wat te wensen hebben. En ik heb wel op een gegeven moment gemerkt dat ik vond dat we verdedigen, met name in de eindfase, dat we gelukkig waren dat de tegenstander niet scoorde. Ik dacht dat ze eigenlijk ook nog wel min of meer een strafschop mee hadden kunnen krijgen. Het was misschien een vertekend beeld geweest. Ik denk dat de uitslag 1-1 dat die terecht is. Met name omdat we in de eindfase ook nog wel een aantal keren goed gezwijnd hebben.